Tiresias was de grootste ziener die Griekenland ooit gekend heeft. Hij voorzag het tragische noodlot van Narcissus, maar ook die van Oedipus en zelfs die van Penthuis. Al die helden, al die tragische lieden wist hij hoe het mee af zou lopen. En dat met nog vele anderen. En dit is zijn verhaal. Tiresias was een gewone, doodgewone jongen van een schaapherder uit Thebe die op een mooie middag een leuke nymf tegenkwam, Chariclo geheten, en daar werd hij uit geboren. Net als zijn vader hield hij er heerlijk van om te wandelen in de woeste natuur en dan wat rond te banjeren en te dromen. En zo kwam hij op de dreven van de berg Kylene terecht. En daar zag hij een wonderbaarlijk schouwspel. Een schouwspel waar hij eerst voor terugdeinsde en toen dacht, nee, dit kan niet. Hij zag twee parende slangen, man en vrouw. Misschien was het zijn bescheidenheid. Misschien was het vreemde van het schouwspel. Maar hij pakte direct zijn staf en sloeg daar het vrouwtje, joeg het weg van het mannetje. Daarna ging hij lekker ergens in het gras, een beetje doezelen in de zon. Toen hij weer wakker werd, voelde hij zich vreemd. Sensueel, zachter dan gewoon. En hij raakte zijn lijf aan en voelde zachte ronde welvingen. Voelde daar iets. Ja, meer gezegd, niets waar iets had moeten zijn en iets anders. En probeerde zichzelf toen zo goed en zo kwaad het kon te bekijken, holde naar de dichtstbijzijnde bron en wist het toen helemaal zeker. Ronde heupen, ronde borsten, Tiresias was een vrouw. Had hij die slang maar niet moeten slaan, dat is heiligschennis. Waren heilige slangen, waarschijnlijk van Athene. Maar ja, dat wist hij toen niet. Hij zat er maar mooi met de gebakken peren. Of in ieder geval met een vrouwenlijf. En daar had hij niet op gerekend. Hij vermaakte zich prima als man zijnde. Had al menig leuk meisje verleid. En nu, hoe nu verder? Ja, het daagde hem ook dat toch wel een heel interessant nieuw iets was, zo'n vrouwenlijf waar je maar lekker aan mocht zitten zonder dat iemand pas op, stop, zei. En uiteindelijk kwam hij tot de beslissing dat hij er het maximale uit zou gaan halen. En Tiresias werd courtisane. Toen hij terugging naar Thebe, werd hij een van de meest populaire vrouwen die het gezelschap mocht zijn van menig hoveling of hooggeplaatste heer. En dat was op een vrije Griekse manier hoe die daarmee omging. Dus hij genoot het leven en de liefde en de lust puur. 7 jaar lang was Tiresias vrouw. Hovelingen, courtisane. En dat beviel hem eigenlijk best oké. Maar ook nu wou hij zo nu en dan even lekker aan de wandel in haar eentje. En zo kwam het dat zij weer op die bewuste plek terugkwam bij de berg Kylene. En opnieuw zag zij twee parende slangen. Daar kronkelden ze in elkaar. Het was een vreemd schouwspel hoe die twee elkaar omwikkelden. Hoe die slissende, sissende tongetjes elkander probeerden te kussen. Hoe die daar met elkander het liefdespel bedreven. En Tiresias dacht, nou,
Vorige keer heb ik toch het vrouwtje geslagen. Doe ik nu het andersom. Pats! En de verandering voltrok zich terstond. Tiresias voelde de welvingen slinken, voelde zich weer mannelijk. Het haar kwam terug op de borst, het haar kwam terug waar haar maar kon zitten. En er groeide ook iets tussen zijn benen en daarna wist hij het. Ik ben helemaal het mannetje. En ook daar genoot hij van, want hij was een vrolijke vlierenfluiter die het leven puur nam zoals het kwam. Maar daar bleef het niet bij. Want rond die tijd ontbrak daar toch een felle ruzie uit op de Olympos. Zeus en zijn vrouw Hera scholden elkaar uit, maakten elkaar uit voor alles wat vies en foos was. Want ja, het zou weer niet zo zijn. Zeus had weer eens een avontuurtje gehad. En Hera schreeuwde het uit. Je bent gewoon een mannelijke slet. Jij moet zo nodig weer je zaad verspreiden over, ik weet niet, de hele wereld. Hoeveel van je bastaarden moet hier wel niet rondlopen? Jij vuile vuilak, wees mij nou eens trouw. Wees toch als een vrouw. Zeus had daar niet van terug. Ze had gewoon gelijk. Als hij enigszins kon, dan ging hij wel van bil, want vanaf zijn Olympus kon je al het mooie schoons heel goed aanschouwen. En als zijn oog op een nimfje viel die hem beviel, dan viel hij er ook op. En een mooie aardse schone liet hij ook niet liggen. Maar ja, hoe moest hij dat nou verantwoorden naar zijn vrouw toe? Want ook toen was het idee wel van, wees maar monogaam, dat is het beste. Ja, vrouw. Je moet ook snappen, wij moeten ook wel wat meer seks hebben, want jullie hebben aan één keer seks al meer dan 10 keer zoveel plezier, of in ieder geval veel meer plezier dan wij mannen. Zie, dat is gewoon het verschil. Dus dan moeten wij ook veel meer rondom ons heen kijken. Wat een smoes, zei Hera. Wij meer plezier in de daad dan jullie? Dat is een leugen. Dat is niet waar. Ik zweer het. Ik heb niet meer plezier. En daarmee is het uit. Nou, zo ging dat nog een paar keer heen en weer. Zeus beweerde bij hoge laag dat het wel zo was. En zij weer van niet. Tot zij besliste dat er één iemand was die hier een neutraal oordeel over kon vellen. Want die was man en vrouw tegelijkertijd geweest. Of ja, beter gezegd, eerst man, toen vrouw en daarna weer man. Tiresias. En zo werd hij door de boodschappergod Hermes gevraagd om mee te komen. Omhoog getild naar de Olympus en daar tegenover Zeus en Hera geplaatst. Die arme jongen wist ook niet wat hem overkwam. Stond daar een beetje met knikkende knieën voor die twee die daar op een nogal grimmige manier hem aanzaten te staren vanuit hun tronen. Wat is er van uw dienst? Ik ben ook maar een eenvoudige schaapherder. Ja, maar jij was ook een courtisane. Jij was man, jij was vrouw en nu weer man. Dus, wij twee hebben een kleine oneenigheid en ik denk dat jij daar een oplossing in kan brengen. Vertel ons, wie heeft het meest plezier in de daad? De man of de vrouw? Wie al wie? Jij mag het zeggen, jij hebt het beide ondervonden en als ik het goed begrijp ook in goede mate. Ja, daar stonden ze dus te kijken en te wachten op een antwoord. Tiresias keek even naar Zeus, keek even naar Hera. En besloot maar zijn antwoord te geven. Het is heel logisch, hè? Ik heb het beide meegemaakt. En beide erg van genoten, dat moet ik wel zeggen. Maar als ik er nu aan terugdenk, dan moet ik toch wel bekennen. Als je de daad op
10 delen stelt, dan heeft de vrouw van het genot 3 × 3 9 keer en de man maar 1 keer. Ja, dat is de verhouding zo ongeveer. Sorry, ik kan het niet erger maken of beter maken. Vrouwen hebben het meeste plezier. Oeh, je had het gezicht moeten zien van Zeus. Die brak uit in een grote, gluiperige grijns. Hera keek daar en tegen helemaal zuur. En nam ook direct wraak, want ja, ze is een beetje het verkeerde soort. Direct krijgt Theresias daar een straf. En kon niets meer zien. Hij werd blind gemaakt. Ja, dat vond Zeus alweer een beetje sneu. En zei van, nou oké, jongen. Je kan dan met je uiterlijke ogen niet meer zien. Maar met je innerlijke ogen des te meer. Jij zal kunnen praten met de geesten, met de doden. En uit hun waarheid horen. Jij wordt een ziener. De beste die er is. Oh, daarbij, omdat je me zo geholpen hebt. Geef je een leven wat veel langer is dan welke sterveling dan ooit. Je wordt wel 7 keer zo oud dan een gewone sterveling. En alsof dat nog niet genoeg was, ook zijn moeder, Goriclone, de nymf, had medelijden. En omdat zij toevallig een goede vriendin was met Artemis zelf, gebeurde er nog iets bijzonders. Want Artemis stuurde een paar van haar slangen naar Theresias. En zijn moeder fluisterde hem in het oor. Wacht af. Dit keer. Sla die slangen niet. Nee. Laat ze juist gewoon hun dingetje doen en wacht maar af. Iets wat verstijfd van angst stond Theresias das. Terwijl daar een man en een vrouwelijke slang op hem afkwamen. Die om zijn staf heen kronkelden alsof het de Asclepios staf zelf was. En zo kronkelden ze verder en hoger tot zij zijn schouders bereikten. De ene witte aan de linkerkant, de rode aan de rechterkant. En likten in zijn oren. Likten daar de gehoorgangen zo schoon. Dat Theresias vanaf dat moment meer hoort dan wie dan ook. Hij verstond de taal der vogels, der dieren. Hij kende de oneromantie. En zoals hij van binnen kon praten met de geesten, zo kon hij van buiten de taal van de natuur verstaan. En dat maakte Theresias tot de grootste ziener die er ooit in Griekenland is geweest.